China has identified the cause of the mysterious new virus. Coronavirus. Coronavirus. There are fears a rapidly spreading virus has reached Australia. Wat vroeger nog een simpel biertje was in de kroeg, begint menigeen nu alweer in paniek te raken als je corona op het nieuws hoort. 2 jaar lang ging er een grote streep door alles wat jongeren bezighoudt. Sport, school, festivals en feestjes. Of toch niet? Raves, veelal illegaal, popten bij jongeren als paddenstoelen uit de grond en kwamen dan ook vaak negatief in het nieuws. Maar wat was het motief achter deze feesten? En kan iets ogenschijnlijk negatiefs niet iets heel positiefs teweeg brengen? Of moeten we hier in Twente niet gewoon zeggen, laat toch knappen. Ik denk dat we daar ook wel iets hebben kunnen betekenen voor een heel groot groep mensen in best wel moeilijke tijd. Mijn naam is Pelle Wesselink. Ik ben 29 jaar. In het dagelijks leven ben ik basisschooldocent. Mijn naam is Koen. Ik werk eigenlijk in de logistieke dienstverlening. En eigenlijk sinds het begin van de coronaperiode heb ik er een hobby bij. En dat is samen met een paar vrienden het organiseren van feestjes. En over pak een beetje 2 weken uit mijn hoofd gaan we er weer in organiseren. Komt er weer een aan. Daar zijn we al mee aan het organiseren. En verschrikkelijk veel zin in. Ja. Hoe het voor mij voelt om niet naar een feest te kunnen is eigenlijk, ja, voor mij was het vrij kloten natuurlijk. Want ik dacht ook van ja, ik bedoel, ik zit in de bloei van mijn leven, jong, ik wil graag feesten. Ik wil gewoon graag naar festivals toe en dan in één klap valt het gewoon allemaal weg. Dus ja, dat is dan wel een klap. Dus dan denk je toch van ja, daar wil ik iets mee doen. Ja, het doet echt wel wat met je. Zeker als het normaal gesproken echt een groot deel uitmaakt van je leven. Het is wel een van mijn grotere passies om erop uit te gaan en het is ook een grote uitlaatklep. En als dat in één keer wegvalt, misschien juist op het moment dat je een uitlaatklep nodig hebt, ja, dat doet wel wat met je. Dat vreet aan je en dan ga je toch zoeken naar mogelijkheden om alsnog iets te kunnen gaan doen. Nou ja, het was natuurlijk al een beetje aan het begin van die periode gedurende die 2 jaar. Dat, ja, we wilden gewoon feesten, omdat het gewoon ja, toch onderdeel van je leven is als je jong bent. Tijdens de start van de corona kwamen we eigenlijk op het idee, toen in de horeca nog dingen mogelijk waren, om gewoon met een kleinere groep jongens bij elkaar een feest te organiseren. Dus daarom hebben we toen zelf ook eigenlijk de keuze gemaakt om iets op te zetten wat binnen de richtlijnen nog mogelijk bleef. Dat sloeg zo aan, het was zo fijn om gewoon even weer iets te kunnen doen. En we hadden vrij snel door van hier zit meer in. En zijn we gaan groeien, zijn we gaan kijken en steeds een stap hoger te gaan om meer te kunnen en meer voor elkaar te krijgen. En ja, het is gewoon top om te doen, vooral omdat je ook gewoon veel waardering krijgt voor het organiseren van zo'n feest. Toen we zijn begonnen waren we met een groepje van 30 mensen, inclusief bezoekers. Kijk, hier waren we nog met 30 man in totaal. We zijn gewoon stapsgewijs omhoog gegaan, want ja, we deden het met een paar vrienden, een mannetje of 30. Nou ja, die vrienden die hebben ook weer vrienden die wel geïnteresseerd zijn in een feestje. Dus toen ging het van 30 naar 60 en van 60 naar 80, van 80 naar 100. Ja, op het begin was het legaal en het waarom wij de keuze ook hebben gemaakt om op het moment dat eigenlijk het niet meer mocht om het toch door te zetten, was omdat het eigenlijk ons zoveel gaf en we zagen elkaar toch al regelmatig. En de behoefte aan om toch iets te gaan doen. Ja, en als iets niet mag, blijft natuurlijk spannend. We zijn misschien wel een beetje creatief omgegaan met de regels soms, dat klopt. Maar ik heb niet het gevoel dat we echt buitensporig te werk zijn gegaan. Als ik het zo mag zeggen. Maar het gaf ons gewoon veel meer dan alleen een leuk avondje feest. Het is elkaar zien, even een uitlaatklep, zoals ik al eerder zei. En ik denk dat we daar ook wel iets hebben kunnen betekenen voor een heel groot groep mensen in best wel moeilijke tijd. Iemand moet een beetje de administratie bijhouden, iemand moet artiesten regelen. We wilden wel een beetje leuke visuals voor op het feest, dus toen hebben we een tv-schermpje geregeld. En
ja, toen kwam het eigenlijk zo dat ik een beetje het organisatorische ging doen en een ander, Pelle, die ging bijvoorbeeld grafisch veel bezig. Ik had me meestal bezig met de communicatie en de marketing, dus het hele artwork en communicatie richting het publiek. Voor deze editie zijn we ook bezig geweest met een hele storyline te vertellen over de hele avond. En binnen onze groep hebben we eigenlijk allemaal zo onze eigen taak. Ja, om het zeg maar te kunnen gaan doen zonder restricties, dat het gewoon, ja, inderdaad, wat je zegt, legaal is en legitiem is, dat voelt toch wel top. Want dan is eigenlijk wat begint als een hobby en voor ons een soort van noodzaak, omdat wij dat zagen als iets wat we moesten doen. Om daar nu een soort van serieuze hobby van te kunnen gaan maken, en dat is toch wel echt een topgevoel. Want dan denk je van ja, dat is iets waar je veel passie voor hebt, wat je graag doet. Dus als je daar dan iets echts van kunt maken, dan, ja, dan ben je daar dolblij mee en dat ben ik ook. Gaan we de bezoekers weer halen? Gaan we het krijgen? Ik denk persoonlijk van wel, omdat we wel echt ook in deze periode onze naam hebben gevestigd hier in de regio en het woord gaat snel rond. En ik heb er echt wel heel erg zin in. En ik denk ook dat we ook echt de next level hebben opgezocht voor aankomende editie, wat we neer gaan zetten. Dus ik heb er ook heel veel zin in. Ja, maar het blijft spannend. Ik hoor ook gewoon eigenlijk superveel positieve reacties uit alle hoeken, dat ze er zin in hebben. Ik krijg appjes van, goh, ik heb nog een paar vrienden die ook graag willen komen, zou dat kunnen? En zeg, ja, tuurlijk kan dat. Dus het is gewoon eigenlijk ook wel een beetje surreëel dat het zo ver is gekomen, terwijl het eigenlijk begon met niks. Na vorige edities hebben we ook reacties gehad van naast de gewone mensen die er waren, ook de DJ's. Die echt zeiden van, wow, wat is dit? We dachten een privéfeestje, dat zal wel niet veel voorstellen. Maar hoe wij het hadden aangepakt, waren ze ook vet van onder de indruk. En ook die reacties van het publiek, ook een stukje saamhorigheid, een stukje ja, met z'n allen dit doen. Ja, dat maakt iets los bij mensen en daarvan krijgen wij heel veel reactie en respons en dat doet ons wel heel erg goed en motiveert ons ook om door te gaan. Ik zie het eigenlijk meer zo van, wij hebben nog steeds superveel zin om dit te doen en zolang het lukt en het goed gaat, blijven wij het gewoon doen. Wij stoppen gewoon niet totdat er een reden is om ermee te stoppen. Waar dit gaat eindigen en wat onze toekomstplannen zijn, kun je natuurlijk heel erg lang over fantaseren en over dromen. Maar wat reëel is, dat weet ik niet. Maar ik hoop wel heel erg dat wij kunnen groeien naar toch, nou ja, misschien stiekem al wel edities met 1000 man, misschien wel meer. Een mini-festival lijkt me ook geweldig om nog een keer te kunnen organiseren. Ik denk wel dat we in hoe vaak we dit gaan doen moeten afschalen, omdat er natuurlijk ontzettend veel te doen is elk weekend. Maar ik denk wel dat wij voor in de toekomst wel een naam hebben weten neer te zetten wat nou ja, toch een tijd zal blijven. Spannend. Ik denk niet dat ik vannacht ervan kan slapen. Ja, LTK events. Ja, de LTK staat voor Lottig Knap. Ja, LTK, dat staat voor Lottig Knapper. En ja, dat is eigenlijk gekomen doordat wij dachten van ja, het mag allemaal niet, maar iemand zei van oh, Lottig Knap. Hè? Zo van moet kunnen. Dus. En dat is eigenlijk een Twentse uitspraak vrij vertaald van gewoon doen. Niet te lang over nadenken, gewoon doen.